Rood is de kleur van passie. Blauw van stabiliteit en vertrouwen. En groen is dan weer de kleur van de rust. En ik ben er ook echt van overtuigd dat die kleuren dat gevoel in mijn lichaam opwekken. Maar wat als dat nu helemaal niet zo is? Wat als mijn lichaam fysiek daar helemaal anders op reageert? Wel, dat is bij mijn weten nog nooit door een wetenschapper onderzocht. Maar volgens mij is de kans heel groot dat het effect van gekleurd licht op ons lichaam anders is dan dat wij altijd gedacht hebben. En dat wil ik onderzoeken. Dit is Caroline Mathieu. Caroline is lichtontwerper en onderzoeker aan de VUB en het RITS. En vandaag ontdekken we met haar of bepaalde kleuren, als je daar naar kijkt, of die dan een effect kunnen hebben op wat er in of met je lichaam gebeurt. Fysiek dus en niet enkel in je hoofd. Word je echt rustig van groen en wild van rood? Op die vraag ga ik zelf eens antwoorden. Maar daarvoor moet ik eerst even uitleggen wat kleuren en licht eigenlijk zijn en hoe wij daar als mensen op reageren. Moest het nu helemaal donker zijn hier in deze ruimte, dan kun je niet echt zien welke kleur mijn kleren zijn, op welke kleur voor stoel dat ik zit. Maar ik heb een lampje bij. Als ik daar dan licht op zet, of evengoed het zonlicht, kan ook, dan zie je dat mijn pak groen is en de stoel rood. Maar hoe komt dat nu? Dat is de vraag die ik probeer te beantwoorden. Het zonlicht, maar ook dit licht, dat lijkt alsof dat daar witte lichtstralen uitkomen. Maar eigenlijk is dat een bundel van alle kleuren van de regenboog die daar samen in zitten en samen het witte licht maken. Of dat wij dat nu als rood of groen of blauw waarnemen, dat hangt af van het materiaal van het voorwerp zelf. Die rode stoel die gaat alle kleuren van die regenboog absorberen, behalve de rode lichtstraal. En die lichtstraal wordt weerkaatst naar ons oog. En daarom nemen wij dat waar als een rode stoel. Alright, maar wat dan met wit en zwart? Daar is iets speciaals mee, toch? Maris, kom eens even. De cameravrouw heeft een witte t-shirt aan. Al de lichtstralen die gaan naar de witte t-shirt en worden gereflecteerd. Daarom nemen wij haar t-shirt waar als wit. Maar zwart, mijn schoenen zijn zwart en alle lichtstralen worden geabsorbeerd, er wordt niet gereflecteerd. Daarom nemen wij dat waar als zwart. En of dat we dan nu een voorwerp wit, groen, blauw, geel, rood waarnemen, dat hangt allemaal af van de samenstelling van het voorwerp zelf en van welke lichtstralen er worden geabsorbeerd en gereflecteerd. Oké, dat is duidelijk. Ik dacht ook altijd dat licht zich verplaatste in golven. Heeft dat daar ook iets mee te maken? Misschien weet je dat nog uit de fysica-les, maar licht kan zich verplaatsen als een deeltje of een golf. Dus wederom, als ik het lichtje aandoe, komen daar allemaal deeltjes en golven uit. Die golven, elke kleur heeft zijn eigen golf. Dat zijn kortere of langere golflengtes. En de rode kleur heeft de langste golflengte, de groene al iets korter en de blauwe de kortste. Al die golflengtes samen, dat maakt hier een bundeltje van allemaal aparte golflengtes. En samen maakt dat het witte licht. Heel dit deel gaat enkel over het zichtbare deel van het elektromagnetisch spectrum. En er zijn nog kortere en nog langere golflengtes, maar die kunnen wij niet zien. Ik begrijp nu waarom wij overdag alles in kleur zien, met het zonlicht dat erop valt. Maar hoe zit dat nu met die gevoelens? Hebben kleuren echt een effect op ons lichaam? Sowieso, want als wij zien, dan gebeurt er iets met ons lichaam. Als er licht is, dan valt dat licht door onze ogen binnen op ons netvlies. En dat netvlies is echt heel gevoelig. Dat is trouwens de reden waarom je niet in een lamp of in de zon rechtstreeks mag kijken. In ons netvlies zijn er twee soorten cellen die gevoelig zijn voor licht. De staafjes en de kegeltjes, maar ze reageren er op een iets andere manier op. De staafjes die reageren op de helderheid, dus die hebben we nodig om in de donkere te kunnen zien. De kegeltjes die zijn gevoelig voor de kleuren. Dus van die kegeltjes is er een groep kegeltjes die reageren op blauw licht, kegeltjes die reageren op rood licht en kegeltjes die reageren op groen licht. Dus als we een blauw voorwerp zien, dan gaan de kegeltjes die reageren op blauw licht in actie schieten. En die rood, groen en blauw, dat zijn niet toevallig de drie hoofdkleuren binnen licht.
Maar wat met geel of oranje of paars dan? We zien natuurlijk meer dan rood, groen of blauw. We kunnen zelfs het verschil zien tussen gifgroen, grasgroen, appelgroen. Allemaal mogelijk om dat te kunnen zien. Maar daarvoor moeten al die kegeltjes samenwerken met elkaar. Dus alle andere kleuren die we waarnemen, dat gaat altijd een mengeling zijn van die drie primaire kleuren. En zo kunnen we wel tot 160 kleuren waarnemen. Dus bijvoorbeeld voor de kleur geel gaan de kegeltjes die gevoelig zijn voor rood en de kegeltjes die gevoelig zijn voor groen moeten samenwerken. En dat maakt dat wij geel kunnen zien. Dus het gekleurd licht prikkelt de kegeltjes in onze ogen. Onze ogen sturen die prikkels naar onze hersenen en die vertalen die prikkels naar een kleur. En op dat moment gebeurt er iets. De meeste mensen die gaan, als ze een blauw licht zien, daar ook een bepaald gevoel bij hebben. Blauw vind ik best rustgevend, denk ik. Dan denk ik aan de lucht. Heel open, veel ruimte. Betrouwbaarheid. Toch ook wel de lucht. Voor veel mensen staat blauw inderdaad voor betrouwbaarheid, voor degelijkheid. Geel voor vrolijkheid, groen voor rust. En als mensen kleuren associëren met iets, ja, dan kan je daarop inspelen. Dan kan je er mensen ook mee manipuleren. Dat is wat marketeers doen. Oranje wordt bijvoorbeeld geassocieerd met betaalbaarheid. En daarom is het niet toevallig dat low-budget bedrijven zoals Basic Fit of Colruyt, dat zij oranje in hun logo hebben. Maar nu zien we die effecten ook op een fysiek niveau in ons lichaam. Laat ons nu even groen nemen. Groen wordt verondersteld om een rustgevend effect te hebben. Bijvoorbeeld ziekenhuismuren, klassen, die worden geschilderd in een groene kleur. Dus dan zouden we ervan uit mogen gaan dat ons lichaam ook echt fysiek rustig wordt van dat groen. Maar andersom mogen we ervan uitgaan dat als we de kleur rood zien, dat we daar meer actiever van gaan worden en meer fysiek dat gaan voelen in ons lichaam. Daarom heb ik het Luminolab opgericht. Dat is deze installatie. Mensen die meedoen met mijn experiment mogen langs die weg naar binnen en een plekje zoeken. Aan de buitenkant projecteer ik allemaal lichten in verschillende kleuren. Sommige van die mensen die binnen zijn, die geef ik ook een meettoestel en dat meet uw hartslagvariabiliteit en uw huidgeleiding. Aan de hand van die data kan ik zien of mensen rustig worden of net geactiveerd worden. Dat rustig, dat kan van verveling ook zijn, maar dat kan ook van ontspanning zijn. De activatie, dat kan zijn van angst, van stress, maar ook evengoed van blijdschap of excitement. Mijn onderzoek is nog niet afgelopen, maar ik heb wel al iets merkwaardigs ontdekt. Ik heb aan mensen gevraagd wat voor hun de meest rustgevende kleur is en daar antwoorden de meeste mensen blauw op. Maar als ik die mensen dan in het Luminolab steek en meet met dat toestel, dan zie ik dat hun lichaam daar anders op reageert. Dat in plaats van dat die kleur rustgevend effect heeft, dat die net een opwekkend effect heeft. Dat is op zich iets interessants dat ik heb gezien, maar ik kan die metingen nog niet hard maken, want ik heb dat nog op een te kleine schaal onderzocht. Ik ga dat onderzoek ook op een grotere schaal doen. En als dat onderzoek bevestigt wat ik tot nu toe heb opgemerkt, dan kan dat interessant zijn voor lichtontwerpers of voor eigenlijk eender wie die met licht bezig is. Want dan moeten we toch even herbedenken op welke manier dat we de kleur blauw dan gaan inzetten. Want dat geeft niet meer het rustgevende effect dat we gedacht hadden. Dus, word je wild van rood en rustig van groen? Dat is wat we meestal zeggen en met z'n allen hebben afgesproken. Die betekenissen die hebben zich doorheen de geschiedenis gevormd, maar waarop leunen die juist? Had rood ook zomaar de kleur van de duurzaamheid kunnen zijn en blauw die van de liefde en de passie? Dat hoop ik met mijn onderzoek nog verder te kunnen uitzoeken. Wil jij op de hoogte blijven van Carolien's nieuwe ontdekkingen of weten waar de volgende stop is van het Luminal Lab? Dan moet je haar volgen op Instagram, @lightmatters. Zeker interessant voor binnenhuisarchitecten, marketeers of muurschilderaars. Salut!